We hebben in Fortnite heel veel slechte wapens gehad. Maar wat was nou eigenlijk het slechtste wapen wat we ooit hebben gehad? In deze video gaan we deze vraag beantwoorden. Maar voordat we gaan beginnen wil ik je natuurlijk eerst even vragen om een like te droppen. Kunnen wij de 1500 likes halen op deze video? Ik zou het super tof vinden als we dat kunnen. Abonneer ook even op Te Veel Gevraagd met een belletje aan. En ik zou het ook heel tof vinden als iedereen eventjes de supporter creator code Te Veel Gevraagd invult in de Fortnite item shop. Want dan krijgen we namelijk 5% van jouw aankoop. Ja, ik heb dus een top 8 slechtste wapens ooit in Fortnite samengesteld voor jullie. Maar ik moet even zeggen dat een gedeelte van deze top 8 op mijn mening gebaseerd is. Dus het kan zijn dat je sommige van deze wapens beter vindt als dat ik ze dus heb. Of misschien wel slechter vindt als dat ik ze dus heb gewaardeerd. Maar laten we beginnen met nummer 8. En nummer 8 is de Storm Scout Sniper. En in specifiek de paarse variant, want dat is de slechtste. Op dit moment hebben we een Mythic variant, die doet wat meer damage. Maar de paarse variant doet minder damage. Namelijk, deze doet 81 damage per hit. En heeft een DPS van slechts 72,9. En DPS staat voor damage per seconde. Dus hoeveel damage je gemiddeld per seconde doet als je aan één stuk doorschiet. En dat is dus 72. Hij heeft 6 kogels in zijn magazijn. Een reload tijd van 2,8 seconden. En ja, is gewoon dus niet heel erg sterk. De enige reden waarom ik hem op 8 heb gezet en niet nog hoger in dit lijstje, is omdat hij een speciale functie heeft. Namelijk, je kan de twee volgende storms al zien op het schermpje als je inzoomt met dit wapen. Dat is de enige reden waarom die nog wel enigszins sterk is. En hij wordt ook soms ook nog wel eens gebruikt. Maar hij wordt eigenlijk nooit gebruikt als wapen om mensen neer te schieten. Dus naast de stunability is het eigenlijk gewoon een heel erg slecht wapentje. Die op nummer 8, naar mijn mening, dus thuis hoort. Laten we doorgaan naar nummer 7. Nummer 7 is de Rapid Fire SMG. De Rapid Fire SMG heeft een hele hoge DPS. Namelijk 195. En dan denk je, Dion, waarom staat hij dan op? Trouwens, ik heb het over de grijze. Dus niet de gouden variant. Maar altijd, ik heb het altijd over de slechtste variant. In ieder geval 195 DPS. Maar het doet dus 13 damage per hit. Dat is echt heel erg laag. Hij heeft een fire rate van 15. Dus hij schiet super snel. Maar heeft slechts 20 kogels in één magazijn. Ja, dus het is echt wat dat betreft een heel slecht wapen. Omdat je binnen no time door je kogels heen bent. En dan heb je ook nog een reload time van 1,7 seconden. Dat valt wel mee hoe lang dat is. Maar over het algemeen schiet je zo door je kogels heen. Dus het lijkt alsof je iemand super snel dood kan maken. Maar je bent ook zo door je kogels heen en je moet op een hele dichte range staan. Dus daarom dat deze niet heel erg goed is. Ook al lijkt hij een hele hoge DPS te hebben. En het is ook zo. Maar over het algemeen heb je er dus niet heel erg veel aan. Omdat je zo snel je kogels kwijt bent. En je moet dus echt al je kogels raken om hier iemand goed mee te kunnen raken of dood te kunnen maken. Dus laten we doorgaan naar nummer 6. Ja, nummer 6 inmiddels alweer. En dat is een wapen die er exact op lijkt. Namelijk de Burst SMG. De Burst SMG is eigenlijk gewoon de Rapid Fire SMG. Maar dan schiet hij in Burst. En doet minder DPS. Namelijk 180 DPS. En dat is ook eigenlijk de grootste reden waarom ik hem in de hieronder heb gezet. Hij doet wel meer damage per kogel. Namelijk 24. Schiet ook een stuk trager dan dus de Rapid Fire SMG. Heeft een magazijn van 24, dus iets meer kogels. Reload tijd is daarentegen wel weer een stuk langer, namelijk 2,5 seconden. En ja, deze SMG staat eigenlijk gewoon hoger dan die dus de vorige. Gewoon puur omdat de DPS een stuk lager is. Maar je kan er wel langer mee doorschieten. Dus het is een beetje, ze staan bijna gelijk aan elkaar, maar ik moest er eentje onder de ander zetten. Laten we doorgaan naar de volgende. En dat is de, ja, deze is controversieel, de Drum Shotgun. De Drum Shotgun heeft ook een relatief hoge DPS. Namelijk 182. Doet 45 damage per hit als je alle pellets raakt, als ik het goed heb. Ja, schiet vrij snel, namelijk 4,0. En dat is ook de reden, volgens mij betekent dat hij 4 keer kan schieten in 1 seconde tijd aan mijn hoofd. Heeft een magazijn van 12, dus vrij hoog, maar heeft een reload tijd van 4,7 seconden. Dat is echt super lang. Maar de reden waarom die erin staat is omdat hij voornamelijk effectief is op range wat super dichtbij is. En dat gebeurt eigenlijk niet heel veel. Dat je echt tegen elkaar aan staat in Fortnite. Meestal staat er wel, heb je wel een aardige ruimte. Zelfs in een boxfight sta je nog wel een stukje van elkaar af. En deze gun is voornamelijk handig in bijvoorbeeld Team Rumble. Want daar kan je letterlijk naar mensen toe lopen en doen ze niet echt aan build fights. Dus
De drum shotgun is over het algemeen gewoon echt een noobgun waar je niet echt heel veel mee kan. Dus het kan zijn dat jij het heel erg fijn vindt, dit wapen. Maar ik vind de range waar je op moet schieten, vind ik niet handig voor Fortnite zelf. Dus vandaar dat ik hem hier heb neergezet. Laten we doorgaan naar de volgende. En dit is volgens mij nummer 4. Ja. En nummer 4 is de Charge Shotgun. En dan heb ik het over de grijze. Ja. Sommige mensen vinden dit wapen geniaal. Ik zelf vind het echt een rot wapen om te gebruiken. Zijn DPS is ook heel laag, namelijk 71.4. En heeft maar 4 kogels in zijn magazijn zitten, wat hem ook heel slecht maakt. Doet dus maar 84 damage gemiddeld. Als je, laat me zeggen, alle pellets raakt op zijn lichaam, dus niet op zijn hoofd. Dus maar 84 damage en heeft een reloadtijd van 4.7 seconden. Dat is echt super, super lang, de reloadtijd. Dus ja, de Charge Shotgun is gewoon niet sterk naar mijn mening. En is ook nooit sterk geweest. En daarom dat hij ook in deze lijst staat. Nou, laten we doorgaan naar de top 3 inmiddels. De nummer 3 is de Scoped Assault Rifle. Dan heb ik het over de groene variant. En deze kan in sommige situaties best handig zijn op long range. Maar over het algemeen is hij helemaal niet sterk. Hij heeft een DPS van 64. Doet 32 damage per hit. En dat is dus minder als bijvoorbeeld een epic normale assault rifle. En daarna schiet hij veel trager. En heeft slechts 15 kogels in zijn magazijn zitten. Dus reloadtijd is 2.4 seconden. Dat valt wel mee. Maar over het algemeen is dit wapentje gewoon heel erg slecht. En wordt eigenlijk niet heel veel gebruikt. De paarse en de gouden variant zijn daarentegen al wel weer een stukje beter. Omdat hij wat meer damage doet. Bijvoorbeeld de Scoped Assault Rifle, in ieder geval de gouden en de paarse variant. En volgens mij zelfs ook, ja, de blauwe variant ook. Die kunnen mensen zonder shield een 3 hitten. En dat maakt het alweer een stuk beter. Maar de groene variant moet iemand 4 keer raken zonder shield. Omdat hij maar 32 damage doet. En dat is de reden waarom hij zo slecht is. Maar in Team Rumble is de blauwe, de paarse en de gouden variant is dus een stuk sterker, omdat je dus mensen maar 3 keer hoeft te raken. Maar nogmaals, bij groen moet je 4 keer dat doen. Dus daarom dat hij op nummer 3 staat. Laten we doorgaan naar nummer 2. En nummer 2 is de eentje die je waarschijnlijk wel had verwacht. Namelijk de normale pistool. En dan heb ik het over de grijze pistool. En ik denk dat veel mensen misschien deze wel op nummer 1 hadden gezet. Maar ik zet hem niet op nummer 1. Dat komt omdat zijn DPS nog wel redelijk hoog is. Namelijk 162, maar over het algemeen is de pistool gewoon een wapen die je gewoon meteen weg kan doen. Want hij doet maar 24 damage per keer dat je op iemand schiet. Je moet echt spammen met je linkermuisknop om die DPS te raken, te krijgen. Want je kan dus 6.75 in theorie halen, dus 6.75 keer klikken per seconde, maar dan moet je wel echt heel erg hard en snel klikken. Zijn magazijn is 16, dus dat is ook, nou, niet laag, niet hoog. Maar over het algemeen is dit gewoon een wapen die je niet mee wilt nemen. Hij doet het gewoon. Je hebt er nooit echt wat aan. Tenzij je niks anders kan vinden. Maar anders is een pistool natuurlijk een wapen die je gewoon net zo goed weg kan gooien. Of in ieder geval de grijze pistool. Want de gouden en de paarse variant, die doen al een stuk meer damage. En daar kan je al wat meer mee doen. Nou, laten we doorgaan naar alweer de nummer 1, oftewel de laatste. En eigenlijk de slechtste wapen, naar mijn mening, in Fortnite. Dat is namelijk de Flint Knock Pistol. De Flint Knock Pistol is een geniaal wapen. En ik heb het trouwens over de common variant. Maar het is een geniaal wapen als je gaat kijken naar wat je ermee kan doen. Qua trickshots en qua mobility. Maar als je het gaat benaderen als wapen zelf, dan is het echt een slecht wapentje. Hij heeft namelijk maar 28 DPS. 28. Je kan gemiddeld dus 28 damage per seconde doen met het wapen. Maar daarentegen is het wel zo dat je 86 damage doet met 1 hit. Alleen, je kan maar 1 keer schieten met het wapen en daarna moet je hem alweer reloaden. De reloadtijd is 3.2 seconden en dat is best wel heel erg lang. En dat houdt in dat je maar eens in de 3.2 seconden kan schieten. En dat maakt het wapen super slecht om te gebruiken in combat. Je zou hem kunnen gebruiken in combinatie met een shotgun. Dus stel je schiet met een pump shotgun op iemands lichaam en je finisht hem met een Flint Knock Pistol. Dat zou kunnen, maar als wapen alleen is het wapen natuurlijk heel erg slecht. Je kan hem wel tegen structures gebruiken, dus tegen wooden walls. Want daar doet hij wat meer damage tegen, namelijk 131. Maar over het algemeen is dit wapen gewoon niet goed. En daarom staat hij bij mij op als slechtste wapen genoteerd. Nou, dat was de top 8. Als ik nou een wapen heb gemist,
Laat het dan even weten in de reacties. Want ja, ik denk dat ik dit wel... Ja, dit, ik ben het hier wel mee eens. Anders had ik dit lijstje natuurlijk ook niet gemaakt. Maar in ieder geval, laat het weten in de reacties. Als jij vindt dat ik wapen gemist heb. Abonneer op de veel gevraagd met een belletje aan. Klik op de video, zo meteen in de beeld. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!